Nou. Je redt nooit wat ik, waar ik nou weer ben. Raad je niet. Nou, kwam ik eventjes langs de Vrije School gelopen, de IJssel. Dus ik denk, nou, weet je wat? Kijk de straat even naar met de putten, want ja. A man has to do what a man has to do. Nou, in één keer is de pauze voorbij, dus de hele kudde komt eraan. Dus ik denk, ja, die mogen zo naar binnen. Dacht je dat ze zo naar binnen mogen? Echt niet. Ze moesten 2 aan 2 in een rij. Ja, nee, dat is niet goed. De iemand die niet goed moest je achteraan staan. 1, 2 aan 2 in de rij. Doe je niet goed, moet je achteraan staan. Maar hou je mond. Nee, dat is niet goed. Hup, naar achteren moesten de slechte kinderen moesten achterin. En de goede kinderen moesten ze eerst helemaal stil zijn. Stonden ze helemaal zo. Zo van. Nou, toen mochten ze naar binnen. En toen zeiden ze nog, je weet wat je moet doen. Dus, die kinderen worden gedrild. Weet je hoe dat heet? Doggy training. En doggy training betekent het aangewenste gedrag leren. Het gaat niet meer om wat je denkt en wat je vindt en wat je kunt. Nee, het gaat erom gehoorzaamheid. En wie je luisteren wil, ja, die gaan we even mooi pijn doen. Volgens de politie dan. Ja. Hé, als je niet volgens bent, weer tegen. Dus zo werkt dat. Nou, heel apart. Is er mij een zielig gewoon, die kinderen. Tjonge, jonge, jonge. Nou, ga ervan uit. Als die generatie groot is, drukken ze om de knop om de oudjes af te. Bzzzt, zeggen ze ja. Hè? Bevel is bevel. En we willen het gaan goed doen, dus we willen niet achteraan staan. Hè? Dus buiten de maatschappij. Dus dan krijg je gewoon. Als er nou, er komen nu mensen aan die drukken op de knop. Die zeggen ja, doe maar voor jou. Pop. Hè? Hoef je niet meer na te denken. Ben je er vanaf. Hè? CO2 neutraal. Toef. Nou, hier wil ik het even bij laten. Nou, ik moet je voorstellen. Vroeger bij de Vrije School. Allemaal blije, leuke kinderen. Spelen. Nou, het lijkt wel of George Soros langs geweest is. Kan toch niet? Nou ja, laat maar zitten. Doei.